Sterrenbeeld Kreeft Kreeft van harte welkom op dit kanaal en wat leuk dat je komt kijken naar jouw nieuwe maandreading voor jouw sterrenbeeld natuurlijk voor de maand april 2024. Alle nieuwe kijkers ook van harte welkom. Mijn naam is Mireille van Rijn. Alle informatie staat in de beschrijving onderaan deze video. En uh, laten we eens gaan kijken wat jou allemaal te wachten staat. Ik ben heel erg benieuwd, want ik zie uh, tot nu toe hè, bij de ram... Uh, stier en tweelingen, was er van alles met liefde aan de hand. Dus ik ben natuurlijk benieuwd wat, uh, wat ik voor jou mag uh, zien: zeven van zwaarden en vier van munten. Oké, okay. uh, de uitgangspositie: je wilt vasthouden wat je hebt. Je wilt ook niet je hart openen of je hart heel erg beschermen. Ergens wil je weg, uh, vluchten. Um, je vertrouwt iets niet helemaal. A's van staven of acht van staven. Dingen kunnen heel snel gaan. Maar ik voel ook een bepaalde blokkade. Ook oh, kijk eens even de geliefde. Oké, okay, nou, dan gaan we eens even verder kijken wat ik nog meer mag zien voor jou. Oké, okay, angst. Je hebt te maken met een bepaalde angst voor binding of voor herhaling van wat al geweest is. 8 van munten, focus op jezelf, groei, promotie komt eraan, is even kijken, schildknaap van munten, dus groei, berichten over geld zijn onderweg, ridder van staven aantrekken, afstoten, dat is hier aan de hand, en dan hebben we hier nog de 8 van zwaarden, vastzitten, en de magier, nou ik vind het wel een hele mooie kaart hoor, kreeft, Even kijken. Ja, alles is goed in beeld. Want daar moet ik altijd even op letten in het begin. Zo, eens even kijken. Dan gaan we Madame Lenneman hier natuurlijk ook eventjes bij betrekken. Dus ik ben heel benieuwd wat Madame Lenneman hierover te vertellen heeft. Laten we eens even kijken. Zo, daar gaan we. Voor het sterrenbeeld voor de maand april 2024. Dat is hier de aanvulling en verduidelijking, verder nog op. Laten we eens even kijken. Nog één keer. Kaarten schudden doen we altijd op het gevoel. Die gaat gewoon weer terug. Oké, okay, eens even kijken. Ik heb voor jou de kist. Is kijken het huis. Huiselijk geluk. Dan hebben we toch wel de zon die uh, schijnt. Dan heb ik hier de bergen, blokkade. Iets wat jou aangereikt wordt. Waar gaat het naartoe? Acht van munten. Focus op jezelf transformatie. Maar ook iets dat je niet vertrouwt. De wolken. Eens kijken, de zijs. Dan hebben we hier het boek en dan heb ik hier voor jou de ster. Wauw, super, super mooie kaarten Kreeft. We gaan eens eventjes uh, de hele boel duiden. Voordat ik uh, uitgebreid ga duiden, ik heb natuurlijk al een tipje van de sluier gelicht. Je ziet dit uh, maan en sterren tadeldek al liggen. Deze maand maak je kans op dit een leuke kaarten set. Er zit een boekje bij. En er zitten op die kaarten staan al wat uh, beschrijvingen, zoals je hier ziet. Dit deck wordt je aangeboden door tarot.nl. Uh, ik ga één zo'n uh, deck verloten. Dan heb ik nog iets superleuks, mocht jij geïnteresseerd zijn in tarot of in de parivisie. Komende drie maanden staat er van, uh, van mij een mini-cursus tarot in de Paravisie. Um, daar leer ik je eigenlijk van haven tot gort even door de hele Tarot heen te gaan. Er zit ook een vouwje bij voor de Online Academy, als je dat leuk vindt. Maar um, dus die kan je dan online aanschaffen of uh, in de winkel kopen hè, de paravisie, maar ik mag hem ook tien keer weggeven. Dus 10 keer kans op de paravisie komende 3 maanden met die mini tarotcursus van mij erin. En als kerst op de taart, er gaan heel veel dingen super lekker, dus ik doe ook uh, nog wat extra's. Um, ik geef een uh, gratis consult van een half uur cadeau. Een telefonisch consult, dus laat mij hieronder weten waar je kans op wil maken. Vergeet je duim niet omhoog te doen, zeg het voort. En wil je kans maken, zorg dan wel dat je ook geabonneerd bent. Nou, dat was het praatje weer. En alle leuke windkansen. We gaan eens even kijken, want wat gebeurt hier? Hier zijn dingen die gaan heel snel. Ergens blok je, ergens gaan dingen te snel voor jou. De zon schijnt erop, um, het leek ook allemaal mooi. Dan zien we hier de geliefde. Nou. Geliefde heeft altijd met een relatie te maken. Dat kan een liefdesrelatie zijn, maar ook vriendschappelijk of een commitment, een samenwerking. Um, maar er ligt een soort blokkade op. Het gaat je te snel op de een of andere manier. En hier kun je al in verkeren, of ga je nog in verkeren. Maar dit gaat hier aan vooraf voordat je in deze situatie komt. Nou, dan zien we hier die. Uh, Blokkade even, een vertraging. Uh, ik denk ook wel, als ik zo voel, dat dat ook een soort uh, bescherming vanuit het universum is. Als hmm. dingen te snel gaan, dan raak je een beetje de controle kwijt of het overzicht. Uh, hier, een jij of de ander is nog in een afsluitende fase, maar ook met een transformatie bezig. Iets of iemand probeert ergens mee weg te komen. Ergens heb je het gevoel: ja, klopt dit allemaal wel? Is dit nu allemaal wel eerlijk? Um, zeven zwaarden wordt heel vaak lelijk geïnterpreteerd: hè, van oplichting of bedrog. Uh, vaak is dat ook wel een kaart daarvan. Hè? En iemand die probeert stiekem ergens mee weg te komen. Maar zeven is dus ook een mentale kaart. En staat ook voor spirituele groei. Dus het kan heel goed zijn dat jij gewoon met een spirituele groei te maken hebt. Het hoeft niet altijd gelijk heel negatief uh, geïnterpreteerd te worden. Maar ja. Uh, wat ik wel zie is dat je het niet vertrouwt. Dat was ook het eerste wat bij mij binnenkwam. Je sluit je ook af. Je wil je hart ook niet openen. Je wil vasthouden wat je nu hebt. Uh, ergens heb je wel de behoefte aan die emotionele veiligheid en dat huiselijke geluk. Uh, maar niet zomaar. En heel veel concessies ben je op dit moment ook niet bereid te, uh, om te doen. Je, er zit ook een angst op hè, om alleen gelaten te worden, om in de steek gelaten te worden, om financieel alleen komen te staan. Uh, je hebt. Al ervaring uit het verleden. Uh, misschien ook met de persoon waar deze samenwerking of, of, of commitment, hè, geliefde. Want daar kan het ook over gaan. Liefde of een samenwerking, whatever. Uh, je hebt al ervaring uit het verleden waarin je uh, met lege handen kwam te staan. Of in ieder geval voor jouw gevoel. Uh, maar toch komt er op de een of andere manier, wordt jou iets aangereikt. Hè, dat laten we Ruiker ook zien. Maar wat ik zo mooi vind, de Ruiker is ook de koningin en zij is in staat, dus die kaart laat echt zien dat jij in staat bent om door emoties heen te kijken. Um, en ja, wat ik ook doorkrijg eigenlijk is dat je nog liever alleen bent als. Al die onrust uh, waar je nu mee te maken kan, uh, kan hebben. Waar gaat het dan naartoe? Nou, de slang. De slang is niet altijd mijn favoriete kaart, omdat die vaak ook op uh, valsheid kan staan. Of iemand die jou een illusie voor wil houden. Of dat je met een zelfillusie zit. Uh, geroddel. Iemand die jou wil misleiden. Kan het allemaal mee te maken hebben. We nemen ook allemaal wel eens een hap uit de bekende appel. Maar ja, als ik hier voel en kijk, denk ik, nou, dit heeft veel meer met een transformatie te maken. Oude zaken die je af gaat sluiten. Um, om de volgende stap te zetten voor dit verhaal, um, moet je even door een angst heen. Zit je nog in een afsluiting? Ga je nog door een transformatie heen? Focus op jezelf, want er liggen hier ook hele mooie kansen voor jou. Uh, dat kan dus die samenwerking zijn, dat kan dus om die liefde gaan, maar wat ik hier ook zie: uh, vooral werk, carrière waar groei op zit, ook groei van geldzaken. Uh, muntenvier is ook een kaart van uh, dat je geld bezit of ieder moment geld kan ontvangen. Maar je wilt wel heel graag bij je houden. Je gaat je ook enorm focussen, want dat is ook waar het naartoe gaat. Um, terwijl je ook gewoon door een enorme transformatie heen loopt. Wat mij opvalt, en dat heb ik tot nu toe bij alle leggingen uh, gehad. En ik schud ook de kaarten voordat ik de video altijd ga maken nog een keer extra. Dan schud ik ze hier. En dan kruisen ze we zich weer hier de. Heer en de dame vuur. Uh, we gaan ook het ramme seizoen in hè? Uh, De lente breekt aan. Uh, ram is nu uh, de zon schijnt nu in het teken ram ook, dus dat is dan wel weer heel grappig. Maar dit wijst ook wel op een karmische verbinding. Uh, en zeker als ik hier de geliefde pakt, ik haal dat hier dat hele patroon eruit. Denk ik. Oké, okay, hier is meer aan de hand. Aantrekken, afstoten, uh, terug naar het verleden en weer verder. Uh, hè? En vandaar dat ik hier ook aangaf, ja, er zit nog een bepaalde angst op. Je wil niet meer meemaken wat je eerder meegemaakt hebt. Als je het doet, wil je het goed doen. Als je ergens voor gaat, dan ga je daar ook voor. En echt vanuit een bepaalde focus. Er moeten een meerwaarde zijn. En daar word je heel erg bewust van. Uh, wat ik voel is dat je ook geleerd hebt of aan het leren bent veel beter nog bij jezelf te blijven. Om zelf ook beter beslagen ten ijs te komen. Schildknaap van munten ligt hier. Uh, dat is hoe, hoe, je, hoe kijk je naar. Nou, er zijn wat zaadjes geplant. Maar ook positieve berichten over geld is naar jou onderweg. Uh, en je ziet ook zelf wat je nu gecreëerd hebt. En uh, die groei wil je ook ontvangen. Ergens is het voor jou nog een stukje onduidelijk. Door die wolken. Uh, los van dat dit een stier, uh, uh, nou een stier, een ram, leeuw of uh, boogschutter Heer is, ramleel, schutterdame. Hebben we hier ook te maken met iets dat versluierd ligt? Je wil ergens iets opgehelderd hebben. Je hoorde mij net ook alweer zeggen dat aantrekken, afstoten, het verleden, het terug naar het verleden, dan weer verder. De angst. Eh, ergens word jij heel erg geconfronteerd met zaken die je in het verleden meegemaakt hebt vanuit goed vertrouwen, eh, dat je in de kou bent komen te staan voor jou hè, in jouw beleving. De anderzijds heb je er enorm veel van geleerd. Uh, ben je gegroeid op een manier die je niet op een andere manier had kunnen ervaren om zo te kunnen groeien. Maar je gaat het wel afkappen. Je bent er klaar mee. Dat aantrekken, afstoten, terug naar het verleden, onduidelijkheden, illusies. Je gaat iets afkappen. Uh, en er zit. Ja, dit is ook een kaart van angst. Hè? Dus het is uh, de zijzers een keuze maken, een afkapping. Dus onduidelijkheid uh, ga je ook afkappen. Belangrijk is, dat is gewoon een tip: als je duidelijk kunt zijn naar jezelf, kun je ook duidelijk zijn naar, naar een ander. Uh, soms dan stellen we ons als mens afhankelijk op van wat gaat de ander gaat doen. Dat kan, maar je kan ook natuurlijk zelf de regie in handen nemen en duidelijk zijn naar jezelf, dat wel, dat niet. Dit zijn mijn beslissingen. Daar past dat verhaal wel of niet bij. Um, en dan voel je ook dat je zelf natuurlijk ook een bepaalde controle kunt pakken over hoe jij uh, de volgende stappen wel of niet wil zetten. Maar angst speelt hier gewoon doorheen. Het verleden iets wat misschien nog niet volledig verwerkt is, speelt hier nog doorheen. Je angst is ook om weer volledig vast te zitten. Misschien ook gebonden te zijn. Je ziet het ook even niet, maar dat is een emotie die hier ligt. Je wil heel graag dat nieuwe beginnen. and Je vindt het aan de andere kant heel eng. Nou, ik word er heel blij van, want als ik dan zie dat je de ster pakt plus de magier, de kaart van de magier is de kaart die je laat zien. Zeker op de eindpositie, waar het dan naartoe gaat, dat jij eigenlijk iets meester geworden bent. Je bent al je vaardigheden aan het laten groeien, aan het laten ontwikkelen. Je hebt veel meer feeling met manifesteren, met actie-reactie, met het creëren. Van dingen en de ster ligt erbij en die staat voor heling. De ster staat voor uh, geef aandacht aan je droom en wensen. De ster staat voor jouw geluk. Uh, de ster staat voor ingeving en vooral heling van de ziel. Dus ik vind hem waanzinnig mooi voor jou. Kreeft, ik word daar blij van. Uh, en als je er op zo'n manier naar kunt kijken dat je uh, dualiteit is er overal, kom je overal in tegen. En dat hoort ook om continu. Die keuzes te kunnen maken. Wat wel, wat niet. Wat mag je leren? Wat mag je inzien? Um, en het is niet ineens de rest van je leven rustig. Want dan zou het heel saai zijn. Dus ga er altijd vanuit dat situaties jou iets te vertellen hebben. Waar je van kunt leren. Waar je van kunt groeien. Ik wil even met uh, deze geweldige extra tarotkaart. Er zijn zo'n wijsgaaf deze. Even gaan kijken. Uh, waar we hiermee te maken hebben met die kist. Iemand die ook een gesloten houding heeft. Misschien ben jij ook wel diegene, omdat het toch wel vanuit de uitgangspositie ligt. Ook dat je dat uh, hart wil afscheppen. Dus laten we eens even kijken wat uh, deze geweldige kaarten jou te vertellen hebben. Uh, er zijn altijd mensen die zeggen: Ja, welk dek gebruik je? Wat is dat? Nou, ik ga dat allemaal niet in elke video benoemen, uh, ik plaats wel even een foto uh, in de community. En op Instagram um, of Facebook kijk maar eventjes. Uh, je kan me sowieso ook volgen op alle socials. Hè. Daar ben ik uh, uh, wel te vinden en ook de linkjes vind je in de beschrijving en op dit kanaal. We gaan eens even kijken, want ik wilde deze situatie wat uh, duidelijker hebben. De aas van bekers. Oké. Okay. Wat pakken we daar nog verder bij? Dan hebben we hier de negen van zwaarden. Oké, okay, je hebt dus alles op een rij. Het, je weet het. Uh, je piekert erover. Je hart gaat heel erg stromen. Eens kijken hoor. Want daar wil ik nog meer over weten. Je hart gaat heel erg stromen. Uh, ik pak even mijn andere tarot er ook bij. Eens kijken. Wat deze hierover vertellen. Het hart gaat stromen. Je hebt alles op een rij. Toch pieker je. Toch lig je wakker. Waarom lig jij wakker, Kreeft? Wat hapert er? Of wat zit jou dwars? Wat blokkeert jou? Of wat wil jou beschermen? Want dat hart wil wel. En dat hart is daar ook aan toe. Oké. Okay. Je mag opnieuw leren vertrouwen. En met name jezelf leren vertrouwen. Je hebt het gevoel dat jezelf ook heel erg wil beschermen. Helemaal prima. Als je die behoefte hebt en als je dat voelt, volgt daarin ook jouw gevoel. Is kijken, wat wil ik verder nog weten? Uh, dat inzicht, die angsten, want munten 5, daar wil ik ook wel iets meer over weten. Laten we eens even kijken. Zo, dit is een heel nieuw kaartendek, dus die moeten heel erg ingeschud worden voordat ze lekker soepel werken, maar dat geeft helemaal niet temperance. Oké, okay. matigheid. Het is dus belangrijk, je hoeft je niet gelijk over te geven, je mag naar jezelf luisteren. Ik gaf ook al aan je krijgt ingeving en hulp. Um, maar doe het op je eigen tempo. Daar is helemaal niks mis mee. Ik wil ook nog even weten wat hier niet duidelijk is bij die wolken. Dus laten we daar ook eens even naar kijken. Wat is er nou niet duidelijk of wat moet opgehelderd worden? Waar hangt die sluier overheen? Want het is een soort herbeleving terwijl het toch een ander verhaal gaat krijgen. De beker van uh, de ridder van bekers. Oké. Okay. En die ridder van bekers, dat is misschien wel Don Juan... met een mooie serenade onderaan het balkon. Hè, bewijzen van, dat is natuurlijk een grapje. Maar iets is niet helemaal duidelijk. Hij is op de een of andere manier niet helemaal duidelijk, lieve kreeft. En dan heb ik hier de acht van munten, dus focus... Hier hebben we namelijk ook de acht van munten. En deze ook weer. En dan zie je ook weer hoe gaaf dat is. Zodat ieder dek weer een eigen manier van uh, expressie heeft. Dus uh, super mooi. Lieve Reeft, we gaan uh, even verder met de Engelen Antwoorden. Wat je mag doen is je gaan concentreren op een vraag die, uh, die jou bezighoudt. Een vraag die in je opkomt over deze reading. Ga ik te snel, zet je hem even op stop en uh, zet je daarna de player weer aan als je uh, je vraag helder hebt. Want we gaan eens even uh, een engele antwoord vragen. Dus uh, alle kreeften hebben waarschijnlijk een andere vraag of dezelfde vraag. Geen idee, maar dit is wel het antwoord voor alle kreeften. Denk nog eens na. Wauw, zal ik er nog even een extra bij pakken? En blijf positief. Dus dat is belangrijk. Nadenken en positief blijven. Neem dat met je mee. En dan gaan we nog eens even een monologiekaart pakken. Super mooie boodschappen. Het kan natuurlijk nooit met alle kreeften 100% reageren. Ik ga ervan uit dat je dat ook begrijpt. He, je bent altijd welkom voor een, heel, uh, voor een persoonlijke consult. Bij mij in de praktijk of een uh, telefonisch consult. Ik werk uitsluitend op afspraak. Dus check even mijn website www.puremediummiraje.nl Voor een direct telefonisch consult ga je gewoon naar www.puremedium.nl daar staan mijn collega's uh, regelmatig voor jou klaar. En daar vind je ook heel veel informatie over allerlei spirituele onderwerpen. Uitleg over kaarten, tweelingzielen, uh, chakras, whatever. Wat er maar in je opkomt kun je daar uh, terugvinden. Um, wat je ook kan doen is even naar jouw uh, maanvideo of je ascendant. Als je niet weet wat dat is... Er staat ook op, een, op dit kanaal een video met uh, allemaal uitleg. Ik heb voor jou de Nightmoon Shadow Work. Nou, dat mogen wel duidelijk zijn in dit verhaal: dat er nog uh, oude demontjes uit het verleden. Positieve zinnen, maar wel wat schaduwkanten naar boven komen. Herbeleving, misschien zijn er zaken niet goed verwerkt. Uh, doet het je nog ergens aan denken? Uh, je mag echt door dat zelfvertrouwen heen groeien. Um, we gaan uh, de romantiek er nog even bij pakken. Heb je daar nou moeite mee? Hè? Van ja, hoe doe ik dat nou? Of, of hoe leer ik nou mezelf weer opnieuw vertrouwen? He, we gaan allemaal wel eens op ons gezicht. Je bent natuurlijk, hè, wat ik net ook al zei, ik kan altijd persoonlijk even voor jou kijken. Hè. Dan kijk ik ook even in jouw geboortehoroscoop. Dat is jouw blauwdruk. Dus daar uh, krijg je psychologisch ook heel veel uitleg over jezelf, spiritueel. Um, en dan kunnen we daar eens naar kijken van, hé, hey, hoe kun jij dat nou fixen bij jezelf? Is kijken. Bij deze situatie hoort een bruiloft. Dat betekent natuurlijk niet dat jij uh, direct gaat trouwen of dat alle kreeften nu ineens gaan Trouwen. Het heeft er ook mee te maken, een commitment. En daar begonnen we natuurlijk hier ook al mee. Plus, ik heb hier voor jou: uh, je verdient liefde, je bent beminnenswaard. Dus dat vind ik ook een hele mooie boodschap. Hopelijk ben jij daar ook blij mee. Nu gaan we een kleurkaart pakken. En waar dient die kleurkaart voor om jou te ondersteunen in dit hele proces? Gaan we een kleur pakken om te kijken welke kleuren passen nu op dit moment bij dit proces bij jou. En dat kun je doen door kaarsjes, door edelstenen, door bloemen, planten, kleding, eh, nagellak, eh, kussens. Kijk maar gewoon wat je ermee kan en wat je er mee wil. Eens kijken, maar te, kleuren hebben een trilling en die trilling he, die, die, die doet iets met de energie. Oranje koester jezelf en dit is ook nog eens de kleur van creatie, dus een hele mooie klaar, uh, kleur ook. Creatie en vrede en groen. Blaas je zenuwstelsel opnieuw leven in. Super mooi en dan wil ik hem nog uh, afsluiten voor jou met een ISIS-orakelkaart. Die gaat uh, even wat dieper de ziel in. Dus uh, raar zitten, luister en huiver zou ik zeggen. Laten we eens even kijken wat het Isis orakel jou uh, wil meegeven over deze hele situatie. Wauw, dit is een heftig hoor, maar een waanzinnig mooie, heel intens. Nacht over zeven schorpioenen. Macht om krachten met lagere trillingen op te roepen. En dan denk je: wow, wat gaan we hier doen, Van Rijn? Nou, ik ga even het eerste stukje voorlezen, zodat je de boodschap beter uh, begrijpt. Ik hou de kaart in beeld. Ik denk dat je ook wel begrijpt dat ik natuurlijk niet al die teksten uit mijn hoofd kent. En uh, dat ik daar natuurlijk wel eventjes het boekje bij moet pakken. Uh, in deze dan natuurlijk. Hè? De macht over zeven schorpioenen. Je wordt ingewijd in de magie van het oproepen. en het beïnvloeden van krachten. met lagere trillingen. met je eigen wil en gesproken woord. Je wordt geleid deze machtige gaaf te gebruiken. met compassie en inzicht. met mededogen en zonder oordeel. Je zult dan. Snel en effectief met alle gif in je leven kunnen omgaan. Normaal stop ik hier bij dit stukje, maar ik vind dit nogal een kaart die ik heel goed uh, en zorgvuldig wil uitleggen. Vrouwen-Isjes leert je de kunst van het oproepen. Het in staat zijn je wil en woord te gebruiken om macht te krijgen over lagere trillingsenergieën. Deze gaven dienen we met compassie, respect en liefde te gebruiken. Je woorden met zorg en vastberadenheid kiezen zal veel heling in je leven brengen. Je wordt geleid je bewust te worden van de macht van je woorden en te beseffen dat deze als instrumenten van heling zijn. Heel effectief aan het worden zijn. De vrouwen was in staat het gif van de zeven scho schorpioenen voor haar helende intentie te laten wijken, door ze te benoemen en hun gif te baas te zijn. Dat deed ze om het leven van een jongetje te redden. Dan gaat het nog veel verder, maar. Ik hoop dat je begrijpt welke energielaag onder zit. Dat jij dus eigenlijk nu in een fase zit met al deze informatie. Uh, al die dingetjes uit het verleden die nu nog even naar boven komen. Om die meester te gaan leren worden. Dus ik vind het zelf een hele mooie bevestiging. Ik hoop dat ik jou, lieve kreeft, heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten. En hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven... Alle informatie staat hieronder in de beschrijving. Je bent uh, nogmaals van harte welkom voor een persoonlijk consult. Wil jij de mini cursus volgen? Je kan de parevisie natuurlijk ook zelf los in de winkel kopen. Online bestellen bij Paravisie. Tien keer geef ik hem weg, drie keer. Uh, dus ook daar maak je kans op. Uh, het kaarter kun je winnen. Een uh, half uur een telefonisch consult van mij persoonlijk. Um, en check gewoon ook even puurmedium.nl. Wil jij zelf de kaarten leren leggen? Check ook zeker de linkjes in de beschrijving voor de Online Academy. Waarin een kind de was leert doen, zal ik maar zeggen. Uh, het is zo uh, uitgelegd en, en zorgvuldig samengesteld dat iedereen dit uh, zou kunnen leren. Nogmaals, maak er iets heel moois van. Laat het op je inwerken. Kijk hem desnoods nog een keertje terug over een week of wat. Um, zodat je wat dieper uh, de intentie uh, kunt voelen bij jezelf. En um, ja, maak er iets moois van. Delen is vermenigvuldigen. Dus als je de video wil delen, ben ik daar natuurlijk heel blij mee. Maar degene die hem door jou uh, delen tegenkomt, vast ook. Dankjewel weer en uh, tot de volgende. Doei, doei. Herken je de frustratie van het onthouden van de betekenis van iedere Tarotkaart? Maak je geen zorgen. Tarot spreekt tot ons op een diep, intuïtief niveau door zijn symboliek. In mijn training focus ik op de onderlinge samenhang van de kaarten en hun symbolen, waardoor je de betekenissen intuïtief gaat begrijpen. Ben je klaar om een leven te leiden in samenwerking met jouw intuïtie, met TAROT als je gids? Om echt te begrijpen wat TAROT jou te vertellen heeft? Sluit je dan aan bij mijn online academy bij TAROT Master. Maak je keuze hieronder om vandaag nog te beginnen met het onthullen van de mysteries van de TAROT. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik zie ernaar uit om je te verwelkomen in deze magische reis. Tot snel!